Mevrouw De Bruin is verlamd, maar kan nu met haar gedachten een spraakcomputer bedienen. Nou, spannend programma vandaag. Grote stap, we gaan natuurlijk spellen. Een van de meest akelige aandoeningen is als je echt niet meer kan communiceren. Een probleem waar mevrouw De Bruyne elke dag mee te maken heeft. Ze is verlamd door ALS en heeft LIS. LIS is het locked-in syndroom waarbij alle verbindingen tussen de hersenen en de spieren verbroken zijn. Dan ben je in feite opgesloten in je eigen lichaam. Zo. En dat betekent dat je niet meer in staat bent om, wanneer je wil, iets op het internet op te zoeken of een bericht af te geven. Of misschien een alarmbelletje te laten gaan zodat de verzorger weet dat je in nood bent. Artsen van het UMC Utrecht Hersencentrum plaatsen elektroden op de hersenen. Deze vangen de hersenactiviteit op en zetten die om in een muisklik. Onze doelstelling is om mensen die ingesloten zijn en afhankelijk zijn van hun omgeving om te communiceren, onafhankelijkheid te geven. En dat betekent dat wij een apparaat willen geven wat altijd werkt, 24 uur per dag, en waarmee ze zelf een communicatie kunnen opstarten. Zal ik nieuwe bijzetten? Dat het hele systeem draadloos is en dat patiënten het zelfs thuis kunnen gebruiken, is uniek. Mevrouw De Bruyne gaat er zelfs mee op vakantie. Niet lang na de operatie speelt ze in het bijzijn van het onderzoeksteam haar allereerste zin. Ja.